Ja, hij is voor de test dus nog even aangesloten op een netwerkkabel. De bedoeling is dat dit mijn chat-instrument voor onderweg wordt. Om FreeDV mee te maken. Het is echt een handzaam kastje. Hij is wat dikker dan een smartphone. Maar omdat hij Linux is, toch wel een heel stuk mooier. Geweldig.